Klantzaal. Het lijkt altijd dat ik aan het sms'en ben als ik in u voorkom. Maar eigenlijk ben ik gewoon mijn vragen aan het voorbereiden die ik dadelijk ga stellen. Dat zeg ik ook altijd als ik aan het sms'en ben. We zijn vandaag in de Kunsthumaniora in Antwerpen voor de allerlaatste draaidag van de Voice Kids Extra. En Lennart staat dus nu zijn tekst te leren. We gaan straks binnenvallen in de klas, in de danszaal, want het is een kunstschool. En de leerling waar we dus gaan binnenvallen, heeft hedendaagse dans. Jan kan heel goed hedendaags dansen. Hoe ziet er dat uit, Thijs? Hedendaags is tegenwoordig hè, modernistisch en abstract. Dus je hebt zo heel veel swipe-bewegingen en zo. Is dat niet zo veel over de grond rollen en zo? Zo kruipen. Het staat erop. De laatste draaien. Zijn nu weer aan de sms'en? Nee, ik ben mijn scenario aan het... Het is een wrap. Ja. In Nederland zegt je dat niet, hè. Het is een tortilla met allemaal dingen tussen. Het is een tortilla met alles. Maar ja, het staat erop. Het was heel tof. We hebben super toffe kandidaten weer verrast. Zou je het nog opnieuw doen, Lennart, met ons werken? Absoluut. Dus als er nog een seizoen komt van de Voice Kids Extra, bellen. Ik heb mijn gsm toch altijd bij de hand. We zijn in Brugge voor onze viermaandelijkse afspraak met het feestje One Night Stand. Dat zijn allemaal 16-jarigen, dus veel One Night Stands zijn daar niet, denk ik. Maar hopelijk wel een feestje vanavond, want over een uur en een kwartier is Bas jarig. En we hebben nog twee mensen meegebracht die ook mee gaan feesten. Helemaal uit het verre Limburg. Zet je de stemming? Ja. Hij is de leider, achter hem moet je zo meteen aanlopen. Follow the leader, follow the leader, follow the leader, follow the leader, follow the leader. Let's go, hands up. Want One Night Stand, laat het horen voor mijn DJ, jullie DJ, de one and only DJ, J-Wo! Goed feestje. Gelukkige verjaardag, Bassie. 24. Vinden jullie het een leuk feestje? Ja. Helemaal top. Helemaal top. Is dat hier een vergadering of wat? Ja. Een beetje. Afscheid. Levenswijsheid. Wat zijn dat, Skip? Drink niet. Zo, Anne en Alexander zijn naar huis. Bas die gaat een badje nemen. We hebben net een heel goed ontbijtje gegeten. En nu ben ik op weg naar de werf van de boot. Want ik heb afgesproken met Florent. Op YouTube heet hij Crossplay. Moet zeker eens gaan checken. Maar hij had gevraagd of ik samen met hem zou gaan vliegen met onze drone. Want hij heeft een opdracht voor school of zoiets. Hij zit aan de verkeerde kant van uw auto. Stuur is daar. Ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor. Wat heb je eigenlijk nodig? Ik heb dus enkele beelden nodig van deze mooie drone. En ja, eigenlijk voor mijn eindwerk, mijn reportage. En het gaat over drones. Ja, man. Dus wat hij nu wil doen is... ik loop hier tegen mijn drone. Nu, het plan is dat ik met mijn ga opstijgen en dat hij met zijn witte die van mij gaat filmen in de lucht. Dat is het, hè. Dat is hier drone inception, zo. Drone inception. Ga je een dansje doen? Zijn we zeker. Godverdomme. Ja, dank u. Oh,
Heb je genoeg beelden? Ja, ik ben content. Ik ben content. En anders zou ik die doorsturen, dat je die nu in die video kunt verwerken. Hoi Jan. Salut Jan. Van de week, hè? Pompen. Ik ga me hier gewoon ergens zetten. Ik moet hier staan, ja, hè? Oh shit, ja, je bent mij aan het filmen, nice. Ja, zeker. Oh, ik vind het al netjes geparkeerd. Oh, dat was iets minder. Taxi. Hey, nog maar net zijn. Goed gedaan, jong. Goed gedaan. Thanks, man. Ik apprecieer dat wel. Dat is de caddy. Volkswagen caddy. I'm your caddy. Oh, boy. Het is wel nog zo'n grappige auto om zo een zieke montage van te maken. Zo. De zwaar gepimpte bak. Nu kun je eigenlijk een keer zien hoe Crossplay echt is. Hoe hij wandelt, hoe hij echt beweegt. We zijn nu in de Bourgogne en we gaan proberen nog wat vette footage op te nemen. Met die hint daar zo net nog op. Veerbeelden on point. Ja, dat is het asje wel anders als iemand anders je filmt. Amai. Ready? Zijn we aan zien. Oké, daar gaan we. Jozef de Vuisterstraat. Oeh, zijn maar zeker. Vind je ook coole trucks met deze auto? Kan een burn-out, kan 360, kan ik kan veel zo man. Nee, met deze auto, dat wilde ik niet doen. Jan, echt merci dat ik uw drone heb. En... Oh, ze zijn weer aan het vlogen of van ja. nieuwe vlog. Nee, het was een aangename dag. Ik ga je een vuistje geven. Een vuistje? Zijn maar zeker, een vuistje. Alright. Salut, yo. Zo, vond je deze video leuk? Geef zeker een duimpje. 1 duimpje omhoog. Als je iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever. Kan hieronder in de comments. En als je nieuw bent, vergeet dan zeker niet te abonneren. En woensdag is er een nieuwe vlog. Tot woensdag. Daarnet komt er dus een van de leerlingen van de middelbare school. Van 13 jaar. Ja, je moet weten dat ik al bijna 29 ben. Ik kwam zijn nummer geven aan mij. En hij zei, ik moest u mijn nummer geven voor een weddenschap.